Mijn naam is Dimitri Riemens. Vergeet hieronder geen blauw duimpje omhoog te abonneren op mijn kanaal. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. En ja, ik zit hier op spoed hier in Vieze ziekenhuis hier in Hasselt. Mijn hele nek is geblokkeerd. Trekt over naar mijn schouder. Tot hier onderaan mijn arm. Ik heb ontzettend, maar ook ontzettend heel veel pijn. Daarom dat er als gisteren geen vlog is gemaakt, omdat ik gewoon de hele dag heb platgelegen. Het is ook een nieuwe dag. Daarom dat ik ook opnieuw begin met de vloggen. Om ook te laten zien dat het niet goed gaat bij mij. Dus ik zit hier nu op spoed hier in Hasselt. Dat is ook echt een heel rare zicht. Ik heb pijn. En nu ben ik gewoon even nog aan het wachten op de dokter. Maar ik hou jullie sowieso op de hoogte. Het rijden en zeilen. Hoe het gaat bij mij. Mijn schatje is er niet bij. Die is gewoon thuis gebleven. Die was gewoon dood op. Die was moe en al. Ik kon gewoon niet meer slapen van de pijn. Ik zat op een gegeven moment zat ik zelfs te kloppen op mijn kussens. Nee, het deed pijn. Het deed echt, echt, echt pijn. Dus ik hou jullie op de hoogte. Dus subiet komt er nog een dokter af. Daar ben ik nu op aan het wachten. Ik hoop dat die snel komt. Maar ja, wat zeggen ze altijd? Onkruid vergaat niet. Dus bij deze, ik hou het de moeder nog in. Ik heb foto's gemaakt van mijn schouder hier in een spoed in Vieze ziekenhuis in Hasselt. Nu moet ik terug even naar spoed gaan, dus ik hou jullie zeker op de hoogte. Ik ben dus buiten spoed nu, dat ziet je dat ik terug... Ik ben nu te voet onderweg van hier van Hasselt uit richting Alken. Het gaat een heel stuk zijn te voet, maar het zal niet anders kunnen. Want ik mag zelfs niet met de auto rijden, dus voorlopig tot de pijn wat weg is. Ik moet nu, als ik zelfs thuis ben, moet ik deze pijnstiller gaan innemen. Want ik mag die dus niet zelfs innemen tijdens als ik te voet ben naar huis toe. Die beweging wat ik nu aan het maken is, heb ik ook gehoord dat het ook goed is voor mijn nek en al. Ik hoop het. Het gaat nog een hele wandeltocht zijn om naar mijn thuis te gaan. Ik ga ook wel wat shortcutjes proberen te nemen. Het zal wel niet anders kunnen. Voor toch wat iets rapper thuis te zijn. Allee, tot straks. Yo. Haha. Ik zit al halverwege te wandelen. Het is 2:30 is nice. Ik ben nog altijd aan het wandelen naar mijn thuis toe. Ik ben nog altijd met redelijk wat pijn. Ik ga echt heel blij zijn als ik terug langs mijn vriendinnetje kan liggen. Want dat wens ik dus echt niemand toe. Ah. En het is dan ook nog eens zo koud buiten. Brrr. Ja, koud. Het is eigenlijk wel aangenaam buiten. Ik heb juist al op mijn stappenteller gekeken. Ik zit toch al op een goede 4 kilometer dat ik heb gewandeld al vandaag. Dat is al heel mooi. Dat ga ik trouwens wel voelen aan mijn beentjes. Dus vandaag ga ik ook niet werken, omhoog van de pijn. Ik wil echt van de pijn af zijn. Ik ben in contact gekomen met ook ja, in het ziekenhuis. Ja, je weet dat daar juist de coronavirus juist is. Ik wil de mensen daar niet van bang van maken. Maar neem echt uw voorzorgsmaatregelen, want ze nemen het daar ook. Want de dokters en de verplegers, die hebben zowel een mondmasker aan als zo'n werkkap. Het is echt heel erg voor hun al te beschermen. Ze hebben handschoenen aan, thuisje, als ook van, gewoon van de kamer al verlaten. Moeten ze ook al handgel gebruiken, alcoholgel, echt waar. Ik voel het nu ook al aan, begin het ook al aan mijn spierkens te voelen dat ik
berg op heb gewandeld. En nu is het pluspunt bergaf. Maar nu is het even eerst vlak. Ik hoor hier ergens water lopen. Dat zal daar ergens zo een fonteintje zijn die aanstaat. Oh. Nog even, ik denk nog een goede half uur wandelen en dan ben ik thuis. Kom op, hè. Dat kan ik nog. Kom op, Timmy, je kunt het. Blauwduimpje omhoog voor mijn pijn. En een blauwduimpje omhoog dat ik zo ver te voet aan het gaan ben. Terug richting thuis toe. Kijk maar, ik ben op spoed geweest, dus dat is mijn bandje. Mijn schuinse onderbuurvrouw heeft mij geholpen. Echt. Brrr. En het is groen voor over te steken, dus ik mag oversteken. En dat is nog altijd rechtdoor dat ik moet wandelen. Hier kom ik dan ook nog voorbij mijn dokterspraktijk van dokter Frederiks. Hallo dokter Frederiks. Jammer dat je nu niet zit om mijn pijn weg te halen. Maar ze zeggen ook, wij blijven net bij de dokterspraktijken en al. Oké, dan doe ik dat ook. Brrr, nog even.